Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 61 hier in België. Heb jij de vorige aflevering gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Voor je neus staat George Russell. We moeten hem dus zien te verlengen en we bieden gewoon hetzelfde als normaal en dat tekent hij niet. Dat tekent hij niet. Ah, George. Mijn god, dat teken je niet. Oh mijn god, waarom niet? Oh ja, want je wil meer geld hebben op je bankrekening. Nice! Nee dus, helemaal niet. Hij is gewoon 98 rated. Dus we moeten hem opnieuw zien te offeren met een goed offer. Kijken of dat gaat lukken. Eerst sponsoren toevoegen aan de auto. Want die hebben we opnieuw gesigned. Kijken waar lege plekken zijn en daar dan gewoon weer de logo's plaatsen, zoals altijd. Mooi. Weer een auto vol met logo's, terug naar George Russell. Kijken wat hij dan wil. Even kijken. Hij wil nu 15,8 miljoen. 0,3 miljoen wil hij meer. Nou, kijken wat het wordt. Oh, wauw, en dat pakt hij wel. Dat pakt hij natuurlijk wel. Ja, jammer. Ik had liever gewoon de eerste zet gelijk raak, maar het is niet anders. Russell behouden we voor de rest van het seizoen 5. En misschien nog seizoen 6. Ik weet het allemaal niet wat we gaan doen. Eerst de kwalificatie voor de grote prijs van België. Dat staat natuurlijk eerst op het programma. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie. Q1, kijken wat het gaat worden. Ik verwacht hier misschien toch wel de pole position van mijzelf of George Russell. Spa-Francorchamps zijn we altijd sterk op geweest. Een leuk voorgeheimpje alvast. Tijdens de wedstrijd kan het aan het einde van de race gaan regenen. Dus dat belooft nog iets moois en spannends te gaan worden. Maar eerst gewoon Q1 zien te overleven. Fiat naar P4 en wij gaan naar een P4. Een P4. Oh, dat had ik niet verwacht. Dat had ik niet verwacht. En Russell staat op P1. 2/10 naar Charles Leclerc. En Kevin Magnussen debuteert voor AlphaTauri. En Callum Ilott is naar Haas gegaan. Pierre Gasly is weer terug bij Red Bull Racing. Dus er zijn 3 rijderswissels verlopen voor het tweede seizoensdeel van seizoen 5. Allemaal bekende namen. We zijn inmiddels aanbeland bij Q2. Op die mediumband. En kijken waar dat ons gaat. Ja, opbrengen eigenlijk. Tot nu toe mooi binnen de lijntjes gekleurd. Louis de Letras op P12 met een 1.41.8. Wij komen tot een 1.39.9 op P1. Op de medium band. En Russell pakt die tijd af. Maar wel op een softband. Op een compound tractor. Maar daar zitten wij maar 1/10 achter. Dus dat zegt wel heel veel over onszelf. En ook over George Russell. Want Russell had daar sowieso met 4/10 voorsprong moeten staan. Vanwege die zachtere band. Gasly door naar Q3. Doet hij goed. We zijn aanbeland bij het laatste deel van de kwalificatie, Q3 dan. En kijken wat het gaat worden. Ik verwacht toch, wat ik zoals in het begin heb gezegd, de pole position en zo niet. Ja, dat frustreert mij dan enorm. Want pole halen is hier gewoon, ja, nice. Belangrijk. Leuk. Noem het maar op. Ik vind het gewoon nice. Ja, nice.
Eerste bocht nemen we goed. Kom aan bij de laatste bochten op het circuit. Esteban Ocon pakt de pole, verlopen met een 1.39.9. Wij komen tot een 1.39.4 en pakken de pole position af. Einde van Q3. En ik ga als laatste beginnen met mijn run. De jongens achter mij, die zijn al aan een eindsprint begonnen. Oftewel, die zijn al aan een eindrun begonnen. En wij gaan dus kijken of wij moeten pushen. We geven tot nu toe gewoon alles 100%. En pakken al gelijk 2/10 goed. Op onze eigen tijd. Dat is heel nice om te zien. Russell naar P2. Pakt Esteban Ocon. De vlak hangt over een paar seconden uit. Max Verstappen pakt de pole position af met een 1.39.1. Is gewoon bijna 3/10 sneller gegaan dan ons. En wij moeten er nu voor knokken om naar die pole position te kunnen rijden. De vlag hangt uit. Iedereen is al over start-finish heen gekomen. Wij zitten een 1/10 goed. 12.000ste duiken wij onder de tijd van Verstappen. Komt het aan bij de busstopchicane. Daar moeten we een goede exit zien te hebben. Daar moeten we er goed naartoe zien te remmen. En dat doen we ook. 4/10 pakken we goed. Maar dan is de exit wat minder. Daar verliezen we weer tijd. En is dat de pole position? Nee, dat is niet de pole position. We komen op een P2. Heel jammer. Verstappen pakt de pole position van ons af. Dat gat is 79.000ste van een seconde. Hamilton naar P3. Russell teleurstellend naar P4. En Ocon naar P5. Magnussen naar P8. Sorry, naar P9. Dat doet hij goed voor zijn nieuwe team. Maar ik baal hier wel van dat wij de pole position mislopen. En die moeten we toegeven aan Max Verstappen. We verliezen het in sector 2. Helaas, pindakaas. Dan gaan we ons opmaken voor carrière aflevering 61 hier in België. We starten vanaf P2, Russell vanaf P4 en Verstappen staat op pole position. Daar gaan we dan. For today's round of the Formula One World Championship. It's a race the great Ayrton Senna won 6 times. And in 2019, Charles Leclerc became the first driver to take their maiden win here since Michael Schumacher in 1992. So here we are once again, ready to go racing through the Ardennes Forest. 4.35 miles of long straights, fast corners and massive elevation changes. It makes this not only one of the most exciting circuits on the calendar, but one that makes for some consistently high quality racing as well. Simply put it, there really is no place quite like Spa. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. The Professor lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Considering the rest of the grid, we have Russell, Ocon, Carlos Sainz, and Gasly, Magnussen, Leclerc, Verstappen, and Sebastian Vettel, Albon, Kvyat, Lance Stroll, and Delatraz, Latifi, Giovinazzi, Lando Norris, and Nick de Vries, Matsushita, Perez, Grosjean and Callum Island. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te gaan halen. Aan het einde van de wedstrijd kan het gaan regenen, dus daar moeten we voor oppassen. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan wij gewoon beginnen voor de grote prijs van België. Carrière aflevering 61 staat op het punt te beginnen. Wij zetten op pole position naast ons Lewis Hamilton en we zijn onderweg. En we komen al goed weg. Russell is al gelijk naar P2. Kijk daar aan die binnenkant. Tik daar ons lichtjes aan. En daar is het touché met Lewis Hamilton en George Russell. Hamilton heeft zijn voorvleugel beschadigd.
Zijn rechterdeel is eraf en Russell is naar P2 gegaan. En we hebben weer een 1-2'tje in handen. Dit is heel goed om te zien. En nu moeten wij hopelijk van George Russell weg zien te rijden. Het is einde ronde nummer 1. Als ze een klein beetje doorschieten en Russell ziet dat als een kans. Het is daar geel en nu weer groen. We zetten de snelste raceronde neer en Russell valt er al gelijk aan de buitenkant in ronde nummer 2. Maar wij remmen laat. Laten we hem uitrollen en we behouden gewoon de leiding. Hamilton dus naar binnen vanwege die kapotte voorvleugel. Oorzaker was George Russell. Diezelfde Russell kan hier misschien terugkomen op Camel Straight. Nee. Maar dat doet hij wel bij Blanchimon, denk ik. Russell zit te kijken. Maar die aanval lukt niet. Die slaan wij af, maar daardoor schieten wij door. En Russell kan hem hier mooi via die buitenkant laten lopen, maar dat lukt ook niet. Want wij duwen Russell daar wijd. En we pakken de snelste raceronde met een 1.45.9. Maar Ocon komt daar gewoon met een 1.43.8. Dat is bloedsnel. Maar dat komt ook omdat wij in een gevecht zijn verwikkeld. En Ocon niet. Ronde nummer 4. En daar zit George Russell dan alweer voor een aanval. Kijk naar de buitenkant. Zit er ook naast. We duwen hem wijd. En Russell nog steeds naar P2. De motor ziet er wat warm uit. Power output wordt wat minder. Dus ik denk dat we wat motorvermogen aan het verliezen zijn. Dat is wat nadelig voor ons. En voordelig voor George. We zitten pas in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Hebben onze overtakeknop aan. En Russell zit op 19e. Ocon volgt op 3 seconden. Klein momentje op die curbstone. En Russell kijkt daar via de buitenkant. We laten hem staan. En Russell nog steeds naar P2. We zitten in ronde nummer 6. En Jeff adviseert misschien een nieuwe strategieoptie om in ronde nummer 14 naar de softbanden te gaan. Dat gaan we gewoon doen vanwege die regen die eraan komt. Dus dan kunnen we even heel snel pushen. En dan, als het regen er is, naar de intermediate of de full wet. Een ronde later in ronde nummer 7. George Russell rijdt er gewoon voorbij in Eau Rouge. Heel dapper dat hij dat durft. En Russell is aan de leiding gekomen van de grote prijs. Wij kunnen niet terugkomen omdat Russell zoveel overspeed heeft. Ja, onze auto is gewoon heel erg goed. En nu moeten wij Russell zien te volgen. Einde ronde nummer 7. En Russell duikt naar binnen. In diezelfde ronde dat hij ons inhaalt, duikt hij naar binnen. En wij gaan langer door dan George Russell. We zitten in ronde nummer 8. En de vraag is, naar welke band gaat George Russell? Gaat hij naar de mediums of de harde band? Kan ik zo niet zien. Hamilton rijdt nog steeds achteraan in het veld. Maar daar gaat nu verandering in komen. Omdat heel veel jongens naar binnen duiken. Die verdwijnen voor Lewis' neus. Safety car is op de baan geroepen. Er is iemand uitgevallen. Maar wie is er uitgevallen? Een Renault volgens mij. Dat is Daniel Ricciardo. Als ik dat goed zeg, weet ik niet zeker hoor. Ja, dat is Daniel Ricciardo die uit is gevallen. Nee, dat zeg ik niet goed. Dat is Louis de Letras. Die is uitgevallen. We krijgen wel een nieuwe neus, omdat die blijkbaar beschadigd was. En we komen achter George Russell de baan op. We gaan dus naar de softband en gaan deze ronde, voordat het regent, extreem hard pushen om Russell weer in te halen. En daar heb je Russell al en de safety car. En
dus moeten wij nu George Russell zien te volgen. Die rijdt dus op twee compounden harder, hè. Ook wel op oudere banden. Het begint te regenen in ronde nummer 15, een ronde later. Het begint te regenen. En dat kan misschien een aanduiding geven dat we zometeen naar de intermediates moeten. Dus is dit wel een verstandige keuze. En de safety car duikt naar binnen. We hebben achter ons Esteban Ocon, Charles Leclerc en Pierre Gasly. Russell mag het tempo gaan bepalen. En wij zijn extreem wakker. We zijn extreem wakker, ook vanwege die regen. Ik wil gewoon George Russell voorbij. En van hem wegrijden. En dan zorgen dat er een gat is. Want er zijn nog maar 7 ronden te gaan. De vraag is, hoe erg gaat het regenen in de komende 7 ronden? Russell wacht. Wanneer gaat hij op zijn gas? Wij kijken hier bij de buitenkant van George. Russell gaat nog niet op zijn gas. Doet het hier rustig aan. Heeft een klein momentje. En heeft een slechte exit. En wij vallen hem hier al gelijk aan die binnenkant. Schieten er wel een klein beetje door vanwege die regen. Maar P1 is van ons. De condities gaan niet verbeteren, zegt Jeff. Het is aan ons de keuze wanneer wij van droogweerbanden naar regenbanden wisselen. Russell zit in mijn slipstream, maar kan niet aanvallen. Komt te kort. En dat is alleen maar goed voor ons. Ronde nummer 20 is het. En ik voel wel dat het gewoon extreem nat is. DRS is ook disabled. Dat is een aanduiding dat we nu naar binnen moeten. We schieten een klein beetje door. Dat komt omdat we helaas op het gras reden. En gaan naar de intermediate. Wow, moment overstuur. In de pitlane. Ik dacht even dat we hem daar verloren. Maar gelukkig redden we hem. Russell is naar binnen gedoken. Een dubbele pitstop voor onze pitcrew. Maar er gaan een aantal jongens door. Onder andere Charles Leclerc rijdt door. Kevin Magnussen rijdt door. Carlos Sainz rijdt door. Waar is Sainz? Daar is Magnussen zelfs. We komen net achter Carlos Sainz terecht. Maar die rijden nog op droogweerbanden. Er zijn nog maar 2 ronden te gaan in de wedstrijd. Russell komt achter Lando Norris terecht. En ik zie Sainz al strukkelen. En we zijn hem hier al gewoon voorbij. Nou, Sainz geeft niet op. Die knijpt hier ons gewoon af. Sainz geeft niet op. Wat is hier dan gedaan? En we remmen wat naar hem toe. En Sainz pint. Carlos Sainz pint daar. Rijdt tegen mijn sidepod aan en is gespint. Russell naar P5. Magnussen is de volgende. En maakt daar een fout. Magnussen maakt daar een fout. En wij profiteren daarvan. Dat komt vanwege de banden die ze hebben. Zij hebben gewoon oude versleten droogweerbanden. En de baan is gewoon helemaal zijknat. We kunnen hier zelfs Charles Leclerc gaan aanvallen. Daar rijden we gewoon naartoe. Leclerc is ook gezien. En we pakken weer de leiding terug voor de grote prijs van België. Dat is alleen maar goed. Russell volgt op P4. Dat achterstand bedraagt 5,9 seconden, 5,8 seconden. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Leclerc rijdt gewoon nog op die harde band. Kevin Magnussen rijdt ook nog gewoon op die harde band. Houdt Kevin Magnussen dit, dan pakt hij voor Alfa Tauri zijn beste finish ooit. Voor een nieuw team. Gasly, ook voor een nieuw team, na P5. Een spectaculaire grote prijs. En we winnen alweer een grote prijs. Tot nu toe alle grote prijzen gewonnen. Russell pakt de snelste schitterpunt en maakt het podium compleet. Een 1-2'tje voor het team. En dan gaan ze opmaken voor de grote prijs van Italië. Many doubted whether they could pull off the win here at Spa-Francorchamps, but they've done so in spectacular style. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Rain always has the potential to liven up a race and mix up the order, and they've taken full advantage of that to claim the victory today.
It's always a bit of a lottery when the conditions are like this, but they've managed to stay on circuit and have come out on top. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. De raceuitslag, wij winnen dus de grote prijs. Russell na P2 pakt ook een snel racepunt. Charles Leclerc naar P3. Lando Norris krijgt driver of the day. Magnussen naar P4. Gasly naar P5. Norris naar 6. Ocon 7. Vettel 8. Fiat 9. En Albon 10. Mercedes pakt geen punten. Dat is pijnlijk voor de zwarte pijlen, zo zeg ik het maar eventjes. Normaal was het zilverpijlen, nu zijn het zwarte pijlen. 98 punten verschil naar George Russell. Carlos Sainz verliest 2 plekken. En Grosjean nog steeds op 0 punten. De Vries nog steeds op 0 punten. En Callum Ilott na 18 punten. Doet hij goed? Voor zijn nieuwe werkgever Haas. Red Bull pakt Racing Point voor P7 in het constructeurskampioenschap. Au, au, au. Dat is pijnlijk. Maar goed, deze aflevering zitten we alweer op, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, beloon dan met een dislike. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 Mighty Krimmer content. Schakel ook een like belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like die video als je hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de GNM mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Italië.